Opnieuw maar drie pointjes vanwege de vele leuke beelden die er te maken vielen. Je ziet ze links staan. Ik begin met het pointje wat tussen Goudenrak en Moordrecht vaart over de Hollandse IJssel. Er heerst hier getij en er staat veel stroom. Hier is de veerstoep in Goudenrak en aan de overkant is die in Moordrecht. Het pontje waar maximaal twee auto's op kunnen moet met de enkele klep naar de kant en dus elke keer achteruit wegvaren en draaien. Als we willen vertrekken komt er een schip aan. Van de andere kant komt er nog één en dat is een hele grote. En dan nog één. Het is hier druk. Maar dan kunnen we. Als we wegvaren, laten we dit prachtige landhuis uit de 18e eeuw achter ons. En dan weer terug. De monumentale watertoren in de stijl van de Amsterdamse school, die voor Moordrecht karakteristiek is, staat in de steigers. Daarom heb ik maar even een oude foto bijgevoegd. Dan gaat hij weer en laat hij zich ook van opzij bekijken. Als ik vertrek, zie ik dit straatnaambordje en vermoed dat daar de oude veerstoep was. En het blijkt te kloppen. Leuk! Dan naar Krimpen aan de Lek, waar ik twee pontjes ga filmen. De aanlegplaatsen liggen vlak naast elkaar en dit huis ligt er precies tussenin. Het eerste pontje is een fiets- en voetveer dat een driehoek vaart tussen Krimpen aan de Lek, Kinderdijk en Ridderkerk. Het pontje lijkt op de bootjes waar vroeger parlevinkers mee voeren om alvarende de schippers van boodschappen te voorzien. Schipper Freek is natuurlijk binnenvaartschipper geweest.
Op de achtergrond zie je het pontje dat ik hierna zal filmen. We varen eerst naar Kinderdijk. Er zijn geen kleintjes, dus we kunnen gelijk door. Hier zie je het oude waardhuis waar de bestuurders van de waterschappen van de Over- en de Nederwaard vergaderden. En ik moet natuurlijk de molens die ik eerder filmde even laten zien. En dan langs Krimpen weer door naar Ridderkerk. We komen aan op een druk kruispunt van drie rivieren. Smit was een belangrijke scheepsbouwersfamilie. Deze villa was van een van hen. Dit is de werf van IAC waar baggerschepen worden gebouwd. In de verte zie je de brug over de Noord, bij Alblasserdam. In Ridderkerk kun je overstappen op de waterbus. Dan weer terug naar Krimpen aan de Lek. In de verte zie je de Brinobrug. Hier zie je de Bakkerskil waar schipper Freek wel eens lepelaars heeft gezien. En dan zijn we weer terug. De laatste wat grotere pont vaart tussen Kinderdijk en Krimpen aan de Lek over de Lek. En dan nu wat bordjes met informatie over de pont. Als bewoner van Delft en pontjesliefhebber is het leuk om te zien dat in Delft pontjes worden ontworpen.
Dat een pontje voor je neus wegvaart, heeft iedereen wel eens meegemaakt. Balen, maar je wacht wel met uitzicht. Oude arbeidershuisjes met uitzicht, waar heb je dat? En dan komt er een oude bekende aan. Shit! Ach joh, even onthaasten. Links zie je nog net het leuke watertorentje in Krippen aan de Lek. En dan zijn we weer terug. En daar gaat hij weer. De firma Visser heeft een reservepont die wordt verhuurd. En ik kwam hem tegen in Friesland, waar hij in Drongrijp wordt gebruikt als tijdelijke vlotbrug, tijdens de bouw van een nieuwe brug. En dat was het weer.